Ik ben Evelien Smits, professor in het Centrum voor Oncologisch Onderzoek, waar wij werken aan het verbeteren van het leven van kankerpatiënten door het onderzoeken van nieuwe revolutionaire kankerbehandelingen en ook hoe we kanker beter kunnen opsporen. Veel mensen denken dat wij goed gesteund worden via financiering door de overheid. Maar eigenlijk is dat maar een minderheid van het budget dat wij nodig hebben om baanbrekend onderzoek te kunnen doen. Daarom zijn wij enorm geholpen door die samenwerking met Universiteitsfonds Antwerpen. Want zij helpen ons om het ontvangen van giften, schenkingen en nalatenschappen in goede banen te leiden. En dat hebben we echt nodig voor ons onderzoek. Een mogelijke samenwerking met Universiteitsfonds Antwerpen is dat zij helpen met het oprichten van een leerstoel of een project op naam. In ons centrum hebben wij zo een leerstoel rond immuuntherapie en doelgerichte therapie opgericht dankzij deze samenwerking. Ik heb zelf de samenwerking met Universiteitsfonds Antwerpen al zeer positief ervaren. Zij werken zeer professioneel. Ze zijn ook zeer betrouwbaar en ik vind dat ze mij helpen om toekomstgericht te werken. En op die manier straalt ze die professionele werking ook af op ons onderzoek. Ik zie als grote voordeel om samen te werken met Universiteitsfonds Antwerpen dat zij helpen om financiering te vinden, onder andere voor ons onderzoek hier in het centrum, ook voor verschillende andere onderzoeken en andere projecten. En dat helpt ons om vandaag te werken aan de oplossingen van morgen. Ondernemers, serviceclubs, erflaters, maar eigenlijk eender wie kan vandaag geven om morgen via een gift aan het Universiteitsfonds Antwerpen om mee te bouwen aan de oplossingen van morgen. Ik denk daarbij ook specifiek aan de alumni. Ik ben zelf ook alumna aan de Universiteit Antwerpen en ik doe een warme oproep aan de alumni om onze universiteit te steunen via een gift aan het Universiteitsfonds voor onze projecten.